Welkom bij deze aflevering van De Dropping. Vandaag strijden 18 kinderen om die 5 felbegeerde plaatsen om mee op onderzoek te mogen naar een legendarische plek. En jullie weten allemaal welke plek ik bedoel. Deze 5 gelukkige avonturiers worden namelijk gedropt op de plek waar het mysterieuze Bleiburcht honderden jaren geleden heeft gestaan. De legende is bekend. Bleiburcht was het middeleeuwse dorp waarvan al zijn bewoners op mysterieuze wijze in één dag allemaal waren veranderd in steen. Niemand minder dan de bekendste archeoloog van Nederland, Marcus de Graaf, leidt het onderzoek. Niet lang geleden ontdekte hij de ruïnes van Bleiburcht en hij heeft 5 stoere kids nodig om hem bij het onderzoek te helpen. Maar wie gaan die plekken bemachtigen? Wie is het stoerst? Wie gaat er mee op de dropping? De kids worden getest tijdens een loodzware reeks uitdagingen. Ik heb als eerst heel hoog geklommen. Op deze epische toren wordt getest of de kinderen kunnen klimmen. En of ze hoogtevrees hebben. Zeg, hoe groot is die toren? Ja, heel groot. De eerste kids worden veilig ingehaakt en stappen stoer naar de toren. Maar hoe brengen ze het er vanaf? Iedereen klimt alsof zijn leven ervan afhangt. Maar je moet er wat voor over hebben om bij Marcus de Graaf in het team te komen. Oeh, dat is een glijer. Maar gelukkig gaat ze weer door. En daar komt Finn langs. Heb je dit vaker gedaan? Als ik buiten ben of in de bergen, dan wil ik overal opklimmen. Cool. Ondertussen schiet Lenja omhoog. En Mark, die werkt zichzelf in een split om boven te komen. Maar wie is nou de stoerste? Het is niet zo van dat ik wil opscheppen. Maar ik denk wel dat ik hou wel heel veel van uitdagingen. Dat willen we horen. Er zijn nog een paar kids aan het klimmen. Maar als ook de laatste waalgalzen aan hun afdaling beginnen, is het tijd om door te gaan naar de volgende opdracht. De kids racen met hun BMX naar de volgende locatie, waar weer een spannende uitdaging op ze staat te wachten. Ze gaan schieten met blaaspijpen. De wapens worden uitgedeeld en de doelen worden verkend. Maar het is tijd voor het echte werk. Lenja begint en dan blijkt dat dit nog best moeilijk is. Dat was lastiger dan verwacht, hè? Ja. Ook Sanjali legt aan, maar worstelt met de moeilijkheid van deze opdracht. Aaron is uiterst geconcentreerd en... Ja! Raak! Ik ga net zo lang duren tot het lukt. Dames, dat is de juiste instelling. Blijven doorgaan. Ietsje meer power nog. Wow, rustig aan, Aaron. Hey Siebe, hoe was het schieten? Ja, het was zo toch wel heel moeilijk, want dan kwam er weer een windvlaag en dan... weg. Als iedereen geschoten heeft, de scores zijn genoteerd... Ja! En ook Lenja haar punten te pakken heeft, is het tijd om door te gaan naar de laatste uitdaging. De kids moeten een brug bouwen. Belangrijk is dat ze samenwerken, want de onderdelen zijn zwaar en ze moeten met een goed plan komen. Ze beginnen chaotisch en schrikken als ze horen dat ze zelf over die brug moeten lopen. Wat? Ja, Jody. Moeten we niet iets met deze palen doen? Lijkt me verstandig als ze er dan toch staan. Oké, eerst even een plan bedenken. Dat klinkt goed. Hebben jullie een idee? Kleiner dan zo en dan hier zo in zo'n balk en dan kunnen we deze erop tillen. Klinkt goed, Siebe. Oké, dit is schoten. Er wordt druk gesleept en hard gewerkt. Plannen worden uitgedacht tot ze eindelijk het gouden idee hebben. Pas op voor jouw vingers. Ja, oh. Maar dan zijn we er nog niet, hè? Het bouwen vordert. Is dit nu eigenlijk moeilijk? Ja. Valt wel mee. Maar jullie geven niet op, toch? Nee. Heel goed. Dat ziet er al heel stevig uit. Het is jullie gelukt. High five. En dan mogen jullie hem natuurlijk ook zelf uitproberen. Soepel. Na al die avonturen heeft archeoloog Marcus de Graaf een besluit genomen op basis van kracht, intelligentie en samenwerken. Dit zijn de geselecteerde avonturiers. Finn. Jody, Lenja, Sanjali en Siebe. Zij zullen worden gedropt in het oude Bleiburcht. De kids moeten samen opdrachten uitvoeren op zoek naar de legendarische schat. Hier begint de dropping. We'll be right back.
Wat zit erin? Het is een iPad. Een iPad. Oh, zet hem aan. Beste jongens en meisjes, gefeliciteerd. Jullie zijn de 5 avonturiers die als enige ter wereld het terrein op mogen waar vroeger het mysterieuze Blijburg lag. Jullie kennen me natuurlijk al, maar laat ik mijzelf nog een keer voorstellen. Ik ben Marcus de Graaf en kom uit een grote familie archeologen. Mijn vader was archeoloog, zijn vader voor hem en zijn vader voor hem. Zoals jullie weten was Blijburg vroeger een dorp waar haast iedereen gelukkig was. Het gerucht gaat dat die Blijburgers zo verschrikkelijk vrolijk waren door een geheime schatkist, die dan ook door de dorpelingen met hun leven werd bewaakt. Ik ben nu zo dichtbij. Ik heb de schatkamerdeur al gevonden in de ruïnes van Blijburg. Alleen dat vervloekte slot is met geen mogelijkheid open te breken. Maar dat is waar jullie mij bij gaan helpen. Ik heb namelijk met mijn grondige onderzoek al het nodige ontnodigd. Ik weet niet wat er aan de hand is. Waarschijnlijk dat rotsysteem dat niet goed werkt. Dus, met mijn eigen onderzoek ben ik er al achter gekomen dat de sleuteldelen van het grote slot nog verscholen liggen in de ruïnes van Blijburg. Sterker nog, de Blijburgers stonden erom bekend te houden van spelen. En dit is terug te vinden in de 3 opdrachten die ze hebben achtergelaten. Alleen door deze 3 opdrachten op te lossen, kunnen alle sleuteldelen bemachtigd worden. Ik zal jullie van afstand helpen via deze videolink. Jullie moeten van mij deze opdrachten oplossen. Alleen dan zal het mysterie van Blijburg opgelost worden. En belangrijker nog, zullen we de schatkist vinden en deze voor mijzelf delen met iedereen. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. De eerste opdracht vinden jullie net na de afgesloten ingang. Succes, avonturiers. Oké, jongens, we moeten dus de schat gaan vinden. Dicht bij de poort. Hé, was die tweede jongen. Dit is afgesloten poort. Ja, dit is het sowieso. Hier moet het liggen. Ja, ik vind hier moet het zoeken. Joh, wat is dit? Ja, jongens, we hebben wat. Ja? Ja. En 51-41-744-1005. Is dat geen 6? Hé, wacht. Nee. Zijn dat coördinaten? 1-0-0-4-8. Oh, dat is zo'n ding en dan moet je een coördinaten erop zetten. Ja, dit is een coördinaten. Ja. Ja. Kom. Oké, laten we het hierop doen. Ja. Oké. Hoe werkt dit? Ja, hier, coördinator. Dat is calculator. Ja. Nee, dat is rekenmachine. Sorry. Misschien die. Welke? Nou, ga eens naar boven. Die. Waarheen? En 51. Ja, dat is het, jongens. Ook. Oké. Moet je misschien met dat ding? Ja. Nog even naar beneden, oké. Daar, oké, waar moeten we nu heen? Moeten we daarheen? We moeten nog steeds daarheen. Zegt hij. Dan is hier misschien een kompje. Pas moet hier ergens zitten. Daar hangt ook iemand. Oké, daar. Wat is dat? Nou, het is, er staat op A is 1, B is 2. C is tot de J. Die gaat bij O. Die gaat misschien nee, nul. Is er een puzzel. Misschien is er nog iets. Daar, wat is dit? Hier. Oh, er staan nog een paar dingen. Kijk. Staan daar de rest van de letter? Ja, hier. Ja, hier is dus dat ding. Dit is de coördinaten. Ja, coördinaten. Kom. Oké, dat is de goede. Okay, weer. Oké. Eerst is het een N. Naar een N er komt er een E. Een E? Ja, een E. Die zit hier niet op. Hey, ja. Wacht, de E staat hierbij. Nee, maar dan moet je. Dan is de E misschien... zit hier wel bij. Oh. Nee, kijk, de letters die hier niet op staan, die staan misschien hierop. Ja. Dus E ja. is dan 5. Alleen de dingen die erop staan, die moeten dan. Ja, dat is logisch. Want hier, de N doet dan niet mee, maar de E wel. Dat is dan 5. Ja. En de A ook. En de A is 1. Ja, dus dat is 5. Nog een 1. G staat een G erbij. Ja, 7. Nee. Dus de E. En de E is 5. Waarschijnlijk 5. Ja, die staat er 5. 5. Dan heb je A. 1. Dan heb je de D. Dat is 4. Dan staat heb je nog een A.
Dat is 1. Staat... Oké. 7. Okay. En dan nog een B, dat is 2. 2. En dan nog een D. 4. En dan nog een J. Dat is 0. En nog een J. 0. Nog een E. En nog een G. 7. Oké, dan is dit het. En dan kompas. En dan moeten we daar naartoe. Maar weet je wat heel verdacht was op het filmpje? Man, die oudere man, die zei ook nog... voor mij, voor ja. Hele. Ja. Dus hij is gewoon een schat voor zichzelf. Ja, maar we kunnen alleen maar zo hè, daar komen. Ja, anders kunnen we daar niet komen. Maar die ene man die toen zei van mij, ons... Ja, daar moeten we wel rekening mee houden. Want voor hetzelfde geld klopt hij ons in de val. Dan denken wij dat wij ook de schat krijgen, maar dan krijgt hij voor zichzelf. Hé, wat is dat daar? Die berg. Ik ben een houtblok liggen. Hé, wat is dat daar? Kom, dan gaan we kijken. Kom. Ik zie daar een blok. Wat is dat? Daar staat het op. Ja, goed op alle kanten kijken. Hey. Jongens, dit is het eerste. Dit is het dakje. Ja, misschien hebben we dat nodig. Ik probeer maar. Ja. Oké. Okay. Oh ja. Yes, gelukkig. Oké, we hebben het eerste stuk. Jee. We moeten hem wel in de tas doen. Alleen, misschien, ik denk niet dat we, misschien komt er zo wel weer die man. Ja, maar je zag toch die drie dingen? Zometeen, we hebben er al één. En we moeten er nog twee en dan kunnen we in elkaar zetten. Kom maar even voor van man. Of hier. Neem maar even man. Oké, jongens, we gaan. We worden gebeld. Misschien is het weer diezelfde man. Ja. Jullie hebben het eerste sleuteldeel. Wat goed. Dat lukte mij maar niet. Wat fijn. Weer een stap dichterbij. Luister goed. De volgende locatie vinden jullie in het GP. Hallo, horen jullie me nu goed? Die andere jongen. Ja. Perfect, perfect, top. Luister, ik moet jullie wat vertellen. Jullie moeten heel voorzichtig zijn. Marcus vertelt jullie namelijk niet het hele verhaal van Blijburg. Vonden jullie het niet vreemd dat hij niets over de versteende mensen sprak? Hij vertelde al dat haast alle dorpelingen gelukkig waren. Er was er namelijk één die niet gelukkig was. De in- en inslechte alchemist Malumus. Malumus was zo kwaadaardig en ongelukkig. Eindelijk. Daar ben ik weer. Oké, jullie hebben de coördinaten voor de volgende locatie. Ga zo door. Oké, jongens, we moeten verder. Versteende mensen? Versteende mensen. Welke kant moeten we op? Volgens mij, volgens het kompas, moeten we die kant op. Oké, dan gaan we daarin. Ja. Hey, maar die versteende man. Hoe bedoelt die versteende mensen? Stil. Dit was de muur die werd gebruikt om vijanden buiten de deur te houden. Blijburg werd beschermd door de beste scherpschutters. Met de blaaspijpen kunnen jullie op de doelen schieten. Slechts één doel is verbonden met het sleuteldeel. Doe dus goed je best om dat deel te bewachten. Okay. Hoe weet hij eigenlijk waar we zijn? Ja, maar we moesten met iets. Hier zitten allemaal pijltjes in. En hier ligt een blaaspijp. Moet je dat ding naar beneden krijgen? Die gaat dan naar beneden. Oh, één van de drie is het. Één van de vier is het. Mag ik hier schieten? Ja. Ik denk dat dit hem niet is. Want anders zou hij langzaam naar beneden gaan. Nee. Oké. Ja! Ja, we hebben hem. Yes. Kijk, het laatste. Er zit nog een stukje ervan. Kun jij deze voorlezen? Dan typ ik hem in. Ja. Oké, N51
3, 6. Kompas. Ja. Oké. Okay. Oké, jongens, we moeten daar. Oh, daar. Oké, jongens, we hebben alweer een nieuw stuk. We moeten nog één stuk. Hey, worden gebeld, worden gebeld. Oh, oh, leg hem hier neer. Oké, hier. Hebben jullie al 2 sleutelonderdelen? Ja. Geen wonder dat jullie zijn geselecteerd. Jullie zijn wel erg goed. Luister, Avatrice. Wat ik jullie net probeerde te vertellen, is dat die kwaadaardige alchemist Malumus dus alle blijburgers had veranderd in steen, omdat hij de schat voor zichzelf wilde hebben. Zo had hij alle tijd om het slot naar de schatkamer te kraken. Maar wat hij ook deed, hij kreeg het slot maar niet open en kon ook de opdrachten niet vervullen die jullie nu wel zijn gelukt. Malumus was zo gefrustreerd dat hij de schat nooit te pakken heeft gekregen, dat hij zijn zoon vroeg om ermee verder te gaan. En dat deed hij. En daarna was het zelfs zijn zoon die ermee verder ging. En zijn zoon en zijn... Coördinaten! Oké, jongens. We gaan. Ja. Oké. Okay. Oh, er zit een plankje op. Ja. Huh? Oh ja. Oh, die moeten we kraken. Oké. En daar zit het sleuteldeel op. Ik zie het. Echt? Ja. Die moet je eraf tikken. Wacht. Mam, geef die tak. Nee, wacht. Ja. Ja. Er is een licht. Ja, deze tak is wel heel zwaar. Verder. Kom maar naar voren. Moet het tegenaan slaan, zodat het in die kant op komt. Hij valt. Oké. En dan moeten we hem eruit krijgen dat hij kan. Ja, oké. Ja. En bijna. Ja. En daar zo, net toe. Okay. Hier. Goed zo, ja, bijna. Ja. Lekker. Oké. Okay. Ja, zo is goed hoor. Nee. Misschien komt hij dan verder. Hé, mis. Ah, oh, dat is een stukje. Er zit ook weer een... Coördinaten. Oké, okay, voeren jullie die in? In de tas. Wie? Oké. Wil jij even de tas nemen? Ja. Ja, 51. Okay. Ja. We hebben alle 3 de stukjes. 4, 1. Ja. 5, 6, 8. 5, 6, 8, hè? Ja. Oké, we kunnen. We worden gebeld. Niet weer die man, hè? Ik denk het wel. Ik denk het ook. Jullie hebben de hele sleutel. Geweldig. Wat ongelooflijk goed gedaan, avonturiers. Kom snel. Ga snel naar de schatkamerdeur. Doe hem snel open. Hij zegt, kom snel. Ja, dus dan is hij daar ook. Pak jij de tas? Ja, kom. We moeten die kant op. Oké. Oké, jongens, dit is de... We hebben al plaats. Een slot. Het slot is al nieuw. Dit is het nieuw. Kom op, dan pakken we de sleuteldelen. Hier zijn ze. Ja, ja daar zijn ze. Zet ze erin. Oké, lukt het? Ja. Nee. Jongens, help. Het werkt. Ja, het werkt. Het schuift. Ja. Kijk maar, hij gaat open. Het werkt echt.
schat. Ja. Schat. Hij ziet echt cool uit. De schatkist. Hé, hey, worden gebeld. Worden gebeld. Ja. Oké, okay, weer. Zijn jullie al in de schatkamer? Oh nee, dan ben ik te laat. Avonturiers, er is iets wat ik jullie probeer te vertellen. Marcus is namelijk de klein... Dank jullie wel, kinderen. Voor het openen van deze schatkamer. Al eeuwen zijn we op zoek naar de reden dat die blijburgers altijd maar zo gelukkig waren. En nu ben ik er dan eindelijk. Kids! Marcus is de klein-klein-kleinzoon van Alchemist Malumis. En hij wil de schatkist voor zichzelf houden. Dankzij deze avonturiers lukt het me eindelijk. Nee, pap! Sam! Aan de kant. Nu. De schatkist is bedoeld om hier opgesloten te blijven. Sorry, kist, dat zo. Eindelijk is die kist van mij alleen. Pap, ik vraag je die kist niet te openen. De schat is niet wat je denkt. Na eeuwen achter deze kist aan te zitten, zal wat hierin zit niet teleurstellen. Er zit niets in. Er zit helemaal niets in. Er heeft nooit iets in gezeten. Helemaal niets. Ik kwam erachter toen ik zelf op onderzoek uitging. Maar ik kon het je niet vertellen. Omdat ik bang was je daarmee pijn te doen. Jaren en jaren van werk. Om erachter te komen dat deze schatkist nooit bestond uit een ding of uit geld. Een geheim was dat ze elkaar hadden. Daarom waren ze zo gelukkig. Hoe heb ik mezelf zo kunnen laten meeslepen? Kleine avonturiers, het spijt me. Ik had jullie nooit mogen voorliegen. En Sam, sorry dat ik me zo blind staarde op het werk dat ik het belangrijkste vergat. Het is oké, pa. Wat zeggen jullie ervan? Laten we de schatkist op de plek waar je hoort? Ja. En kunnen jullie mij vergeven? Ja. Ja, tuurlijk. Hey, hebben jullie zin in een potje tikketje? Ja. Ja, nee, toch?